Ik had het ook met noten. Ik hield dus niet van noten. Nu ga je zo'n stomme opmerking over maken. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuw... Hey, dat was niet wat ik verwacht had. Maar hey, ik heb gedoucht. Ik kan je wel zien, want anders loop ik niet voor niets. Dat is een soort kabouterhanddoek. En ik heb banana en ice cream weer gemaakt. Met frambozen. En als je wil weten hoe ik dat maak, gisteren heb ik het nog laten zien. Dus dan moet je de vlog van gisteren even bekijken. Wij zijn vroeger op dan normaal. Namelijk, ik weet niet hoe laat het nu is, maar iets van 8 uur nog wat. Dus dan moet ik mijn horloge er even bij pakken. Het is nu 8:50 en om 9 uur begint de markt, dus we gaan straks naar de markt. Maar eerst even mijn ontbijt. En dan checken we jullie later. Zo zijn we thuis en zo zijn we op de fiets. En het regent. Hashtag herfstweer. Ik vind zeg maar dat er twee soorten herfstweer zijn. Zeg maar, je hebt positief herfstweer. Dan is het zeg maar met al die mooie blaadjes. En dan is het gewoon zonnetje. En dan is het gewoon lekker. Lekker, weet je wel. En je hebt dit weer. En dat is echt slecht najaar weer. Regen. En dan op zich valt het nog redelijk mee. Zo hard regent het ook niet. We gaan nu dus naar de markt en naar Albert Heijn. En dan gaan we dus alle boodschappen halen voor... meestal eigenlijk voor een beetje 2 weken. Maar grotendeels voor 1 week. En dan daarna moeten we wel weer spullen deels bijkopen. Maar we houden wel meestal sinaasappels bijvoorbeeld. We waren vaak voor de 2e week. En ik ga straks ook denk ik een video maken. Over wat ik zeg maar qua boodschappen heb gekocht. Dus als het goed is staat die video online. Iets van vegan boodschappen shoplog of zo. Dus dat. Ja, die staat dan als het goed is online. En daarna moet ik straks werken. We moeten allebei toevallig om 1 uur hebben we allebei een afspraak. Ik heb de afspraak dat ik moet werken. En Jeff heeft de afspraak bij de dokter. Dus daarom gaan we zo vroeg. Meestal gaan we wat later. Maar Jeff moet dus snel naar Gouda. En ik moet snel naar Nuvenne. Dus dat. En mijn handen vriezen echt af. Het is echt... heel jammer, maar ik heb dus heel lang nog met een leren jasje gelopen. Ook gewoon omdat ik dat graag wilde. Maar nu heb ik dus voor het eerst mijn winterjas weer aan. Ik vind het niet leuk. En ik had ook beter mijn handschoenen mee kunnen nemen. Maar ik stof ze nu in Jeffrey's zak als hij aan het fietsen is. Dus dat helpt wel. Maar ik zal hem in de video van vorige week zien jullie dan als het goed is wat ik allemaal gekocht heb. Dus die kun je al bekijken. En ik weet niet of ik op de markt ga vloggen. Meestal vlog ik niet op de markt omdat ik dan zo bezig ben met wat ik moet halen en zo. Dat ik er ook gewoon niet echt aan denk. En we hebben vaak heel veel volle tassen, dus het is ook niet makkelijk om dan te vloggen. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Nou, we zijn nu dus bij de markt. We gaan altijd naar dit kraampje. Ze hebben een flinke voorraad weer. En hier ook. Ja. En Jeff die had altijd, dat is heel grappig. Meestal gaat Jeff alvast naar de fiets omdat de tassen zwaar zijn. Want bij de andere kraampje halen we meestal nog... avocados, omdat het er vaak net wat beter uitziet, het fruit. Ja. Maar het meeste houden we gewoon lekker goedkoop. Ja, wel duurder. En dan ga ik altijd een worstje voor Jeff halen. Ik eet het zelf natuurlijk niet. En nu liepen we toevallig allebei langs. Ze hebben allebei een worstje gepakt en die eet ik natuurlijk niet. Dus nu heb Jeff er 2. Kijk wat een blije jongen. Dat is zo grappig. Het is net alsof Jeff snoep, alsof je een klein kind snoep geeft. Deze man. Nou, ik heb de video opgenomen. Ik ga nu weer alle gordijntjes dicht doen. En het is tijd voor mij ook om naar mijn werk te gaan. Jeff is toch al eerder weggegaan dan ik. Omdat hij gewoon toch iets eerder er moest zijn en iets langer moet reizen. Ik ga nu even mijn spullen pakken en dan tot zo op werk. Hola, ik heb inmiddels alweer gewerkt. En ik ga nu nog even mijn woordje gezelschap houden. Wat een gezelligheid. En ik ben ondertussen Expeditie Robinson aan het kijken, want dat had ik nog geboekt staan. Wil je op beeld? Nee. Nee? Oké. Ik vind dat eng. Michiel vindt het eng. Maar ik heb hier avocado. Wil je ook een halve avocado eigenlijk? Ze is weer hou ik van avocado. Weet ik veel. Really? Eerst hield je niet van tomaat. En toen ineens wilde je ook tomaat. Ik vind het niet leuk dat je het online zet. Oh, oké. Okay. Ik denken mensen dat ik geen tomaat lust. Oké, okay, sorry Michiel. Spijt me. Ik had het ook met noten. Ik hield dus niet van noten. Nu ga je zo'n stomme opmerking over maken. Wait a minute. Wait a minute.
Ik kan lekker, ik ben niet om zo kijken. Oh, gezellig. Later. Nou, Michiel en ik hebben net een nieuwe pizza besteld. Omdat we boefjes zijn. Vegan. Dus ik heb nog een achteraan gebeld, extra kaas. Of extra kaas, zonder kaas. Had je dat erop gezet dan? Ja, ik had het niet aangevinkt. En toen zei ze dat het al doorgekomen was. Maar ik las op Facebook. My brain. Oh, dat is zoer. My brain. Ik ga verder Expeditie Lobinson kijken. Oh my god, ik heb zo'n honger. Het duurde echt een uur voordat het er was. Voedsel! Nou, het is inmiddels een stuk later. Michiel was zo lief om me te brengen naar het station. Ik heb even geëdit op mijn computer. Nog een vlog voor morgen en video voor morgen deels. Dus morgen ga ik nog het andere deel editen. Ik zou eerst uitgaan nog met Cindy. Ik vond het ook best wel jammer dat het niet doorging, want dat kan door mij. Ik bestelde met Michiel pizza en toen zag ik echt... Ik zag mijn rekening en ik had echt zoiets van... Hoe kan dit, zeg maar. Ik heb echt een iets te hoge telefoonrekening gehad deze week. Of deze week. Moest er nog bij komen dat je per week je telefoonrekening betaalt. Nee, deze maand. Dus ik schrok een beetje toen ik mijn rekening zag. Toen dacht ik... Nou, misschien kan ik beter niet uitgaan en de taxi betalen en de metro betalen en drankjes betalen. Nee, dus helaas ging dat niet door. Dus ik heb tegen Cindy ook gezegd van als ik weer geld heb, dan gaan we weer uit. Maar het is echt triest wat ik op mijn rekening heb. Ik ga het niet precies zeggen, maar het is echt schrikbarend. Dus weer even een leermoment dat ik iets beter met mijn telefoonrekening om moet gaan. En in ieder geval, ik ga nu lekker pitten. Make-up eraf halen. Ik ben echt kapot. Echt gesloopt gewoon. En morgen wordt weer een hele leuke dag. Dus blijf zeker kijken. Kijk morgen vooral weer. En vergeet geen duimpje. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot morgen. Doei!